Dus gisteren was haar live debuut op dit podium, toch wel een heel speciaal podium is. Het is echt een heel grote betekenis voor een groeiend aantal muzikanten, al dan niet uit de buurt. Dus gisteren was haar allereerste debuut. En dus mijn vraag is dan ook, Emma, hoe voelt het om hier voor de tweede keer te staan? Cool. Ja, ik ben dat vergeten te vertellen. Ja, dus mijn allereerste optreden ever was in de hal daar. En nu sta ik hier, dus ik heb promotie gemaakt. Want ik was dat juist al aan het vertellen van toen ik de open mics organiseerde, want dat is dat, dat je gespeeld hebt. Maar toen, ik was super streng, want ik zei, iedereen moest altijd alleen komen spelen. Maar dat is ook, want toen ik Emma in februari leerde kennen, toen was ik bezig met deze solo-tour te plannen. En ik dacht ook van, super, dan kunnen we ook zo in depot gaan. Maar dan zei ik van, Emma, zie je dat zitten om dat alleen te spelen, alleen op gitaar. Want op dat moment had je dat nog niet gedaan. Maar Emma zei, dat is goed. Ik heb nog 6 maanden, ik begin morgen te oefenen. Het is effectief, het resultaat hebben we juist kunnen horen. Dus ja, Emma. Het is wel net toevallig dat we net een nummer gaan spelen waar je geen gitaar speelt. Hè? Eigenlijk zou je zo de gitaarsolo of zo moeten spelen in het volgende nummer. Hè? Ja, ik heb toevallig niet bij. Oeps. Oké. Here we go. Last thing that he told me echoes in the dark. I wouldn't worry, this is how we are. Was the last time that I saw you open in the mail. Can I tell if you needed a liar? You never said it to me, dear. I would have been anything for you. You never asked me to leave a light on. Echoes in the dark, losing connection over and out. If you needed a spaceman, you never said it to me, dear. I would have been anything for you. You never asked me to. If you wanted a psychic, if you needed a martyr, if you were looking for an outlaw, if you wanted a friend, you never said it to me, dear. I could have been anything for you. You never asked me to. You never